De warming-up van NEC van bovenaf gezien. Een paar spelers krijgen rust, onder wie Rens van Eijden. Het eerste doelpunt is een vrije trap van Tom Overtoom. Uiteindelijk loopt de score op tot 5-1. En dit is misschien wel de mooiste goal van Joey van den Berg. Algemeen directeur Wilco van Schaik loopt binnen de lijnen te bellen. En ziet ook hoe Morad El Hadouti zijn officiële debuut maakt in NEC 1 met een paar leuke acties. Het voelt wel als een beloning dat ik vooral op trainingskamp mag. En het is wel het begin van een grote stap, hoop ik, naar het eerste. Ja, je begon misschien een beetje bedeesd, maar op een gegeven moment ging je de ballen opeisen en acties maken. Ja, zeker. Daar sta ik wel bekend om. De spelers geven mij ook het vertrouwen, dus ze moedigen me ook elke keer aan om de bal ook op te eisen. En ze kennen mijn kwaliteit en daar steunen ze mij vooral in. En de trainers ook, dus daar ben ik wel blij mee.